Rechtsonder in beeld ziet u dat slak nummer 19 een bliksemstart heeft. En u ziet het, hij laat zijn tegenstanders direct ver achter zich. En dan nummer 7 zet moedig de achtervolging in. En ook aan de andere kant van het circuit lijken een paar slakken de juiste weg te hebben gevonden. Anderen zijn nog een beetje zoekende naar de juiste richting. Welk huisnummer heeft jouw slak? 2. Zullen we eens kijken hoe die het doet? Ja. Hij ging goed. Ja. Maar wat doet je slak nou? Hij draait om. Misschien moet je hem even aanmoedigen. Oké. Hup, nummer 2. Maarten Grubstra die schrijft gedichtjes, Groningse gedichtjes over dieren. En toen vroeg ik, goh, heb je ook een gedichtje over slakken? En toen zegt hij, nee, maar dan maak ik er toch één voor je. En toen heeft hij een gedichtje gemaakt over een slakkenrace. En toen was het idee geboren. Wat voor nummer had uw slak? 20. Die was niet vooruit te branden. Een duikelaar. Die doet niets. Of ze zijn aan het vrijen samen. Want ze zaten, hij zat bij de ander. Gefeliciteerd, ik heb begrepen dat u net gewonnen heeft. Jazeker, we hebben persoonlijk getraind. Hoe lang heeft u slak erover gedaan? Nou, ik heb er wel 5 minuten over gedaan, toen had hij alles in de gaten. Hij kon zelfs andere slak op sleeptouw nemen enzovoort. En dan met handicap nog winnen. Dus het is echt een kampioense. In heat 6 komt onze eigen slak in actie. En dan een spannende strijd, een spannende slotfase. En de winst gaat naar nummer 30. Nummer 33 wint het zilver. En de bronzen medaille hangt nu in de prijzenkast van TV Noord.